ander oortje in. En dan ga ik rijden. En dan kan ik dus mijn proefje oefenen zonder dat ik iemand nodig heb. Dus je diensten waren erg fijn, Maaike, maar ik heb je niet meer nodig. En het is natuurlijk geen echte review als ik niet ook echt nog serieus zelf in mijn eentje dus hiermee ga oefenen. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ben alvast zelf aangekleed en ik heb Marley vast aangekleed. Want ik ga jullie vertellen wat echt mijn tip is voor als je je proefje wil gaan oefenen. Deze video is een samenwerking gemaakt met Studio. En dat waar het over gaat zit in dit kleine pakketje. En het is echt vet handig, want altijd als ik mijn proefje wil gaan oefenen, dan kan dat niet tenzij er iemand bij is. En dan moet je ook maar iemand hebben die goed is in lezen. En mensen die goed zijn in lezen, zijn best lastig te vinden. En ik heb heel vaak Maaike die mij helpt en anders oefen ik het met Astrid, mijn dressuurinstructrice. Maar ook zoals vandaag, als niemand er is of iedereen bezig is, dan wil ik ook mijn proefje kunnen oefenen, want ik heb morgen wedstrijd. En daar is dus echt een super handige uitvinding voor bedacht. Namelijk draadloze oortjes, als ik er maar uit krijg. Zo ziet ze eruit en het is van Studio en draadloos. Dat vind ik dus echt, kijk, ook zo'n mooi dingetje komt erbij. Vind ik super chill, omdat ik altijd vreselijk met die oortjes, met dat draadje zit te kloten. Als ik aan het rijden ben, zit dat draadje altijd in de weg. Dan doe ik er iets en dan trek ik dat draadje eruit en dan vallen mijn oortjes weer uit mijn oren. En nou, één groot drama eigenlijk altijd. En je hebt dus nu deze draadloze oortjes. En de bedoeling is zeg maar dat je ze via Bluetooth aansluit aan je telefoon. En dan kan je hem gewoon zo achter je doen. In je oren stoppen, heb je er dus geen last van. Maar dan denk je nog misschien, wat heeft dat met zeg maar een proefje oefenen te maken? Nou, er is dus echt iets vet slims op je telefoon. Namelijk, dat gebruik ik nu ook omdat ik nu even een microfoontje om heb. Op je iPhone heet het, als mijn iPhone wil openen, Dictafoon. Nou, iedereen die een iPhone heeft, daar zit deze app zit daar al standaard op. En nou heb je Android, weet ik niet precies hoe dat heet, maar er zit vast ook wel iets van een app op. Dan kan je hem vast wel downloaden. En met die dictafoon kan je dus dingen opnemen. En wat je dus gaat doen, is je proefje opnemen. Ik heb hem van tevoren al zelf op mijn telefoon ingesproken. Maar ik denk dat ik hem te snel heb ingesproken dan dat ik zeg maar zelf rij. Dus wat je dan gaat doen, is iemand anders je proefje laten voorlezen. En jij gaat hem dan rijden. En dan knoop je dus ook een microfoontje of iets aan. Ik stel natuurlijk niet dat iedereen zelf een microfoontje heeft. Wat je dan gewoon kan doen is, hier zit natuurlijk gewoon altijd, als je belt, dan gaat hier zeg maar het geluid in. Dus dan kan je gewoon je telefoon ondersteboven houden en dan kan je ook gewoon hierin gaan spreken. Dat is natuurlijk als je zelf het proefje gaat oefenen en iemand anders leest. Dus Maaike leest heel vaak bij mij. Maaike zou dan het proefje lezen en dan tegelijkertijd de telefoon bij zich moeten houden, zodat hij haar stem opneemt. Vind je het misschien vervelend om naar iemand anders stem de hele tijd constant dus te luisteren? Kan je dus zelf ook het opnemen. Maar dan is het dus belangrijk dat je dan iemand anders het proefje laat oefenen. Want het moet je wel op hetzelfde tempo gaan. Maar het gevaar daarvan is dus dat het paard die dan het proefje oefent een heel ander tempo heeft dan je eigen paard. Maar die is namelijk bijvoorbeeld niet zo mega snel. En als opeens een of ander paard het gaat doen, die gaat natuurlijk veel sneller door het proefje heen dan dat hij gaat. Dus daar is natuurlijk wel een beetje de kwestie in. Omdat proefjes van tegenwoordig super snel achter elkaar gaan. En als je daarom even vertraging ergens in hebt, dan mis je al gelijk een oefening. Dus dat is niet zo handig. Ik wacht even tot Maaike terug is, want dan ga ik dus even een voorbeeld doen met hoe we dat precies opnemen en laten zien en zo. En dan ga ik jullie straks even laten zien hoe ik deze dus ook aanknoop aan mijn telefoon. Hoe het precies allemaal werkt. En ja, dan ga ik jullie gewoon eigenlijk al een review geven over deze oortjes. Ik heb nu zeg maar de Studio oortjes al hier even hangen. Ik heb ze nu nog niet in. Maaike gaat mij eerst even voorlezen. Ik heb bij haar het microfoontje omgeknoopt zodat mijn telefoon het opslaat. Gaat ze eerst even de eerste proef en de tweede proef, dus proef nummer 11 en 12 en de L2, gaat ze voorlezen en dan rij ik hem gewoon zoals ik Maaike hoor. Dan heeft hij dus als het goed is haar opgeslagen en dan kan ik daarna voortaan gaan oefenen met de oortjes in. Dus Maaike, let's go. Ja. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. C, rechter. C, rechterhand. B, E, door een S van hand veranderen. H, X, F van hand veranderen in middendraf. Oké, wat ik nu ga doen is Bluetooth op mijn telefoon aanzetten. Bluetooth staat aan. Dan moet ik heel even naar de instellingen gaan.
instellingen en Bluetooth. Dan zet ik deze ook aan. Dat doe ik hem door 3 seconden ingedrukt te houden. En met 5 seconden ingedrukt te houden maakt hij gelijk contact. En dan doen we hem, kijk hoor, hier zo aanklikken. En nu is hij verbonden. Nu kan ik mijn telefoon in mijn zak stoppen. Of ja, hij moet wel binnen 10 meter volgens mij blijven. Dan kan ik deze achter me langs doen, in mijn oren doen. En dat blijft gewoon chill zitten, omdat je dus gewoon geen last hebt van draadjes. Dus dat hier allemaal slingert. Dan doe je hier dus, ga je terug naar het dictafoon. En dan kies je dus proef 11 of 12. Ligt het aan welke je wil oefenen natuurlijk. Nou, dan kies ik dus nu even proef 11. Die laat ik afspelen. Dan zet ik even mijn volume goed genoeg dat ik zeg maar het kan luisteren en niet doof word. En dan stop ik hem dus weg. Ander oortje in. En dan ga ik rijden. En dan kan ik dus mijn proefje oefenen zonder dat ik iemand nodig heb. Dus je diensten waren erg fijn, lijken, maar ik heb je niet meer nodig. No. Nou, dit was eigenlijk dus mijn tip van hoe je het beste een proefje kan oefenen in samenwerking met Studio. Nee, Studio heet het. Ik wil altijd ezelsrugje Studio. Oortjes heb je in verschillende uitvoeringen. Ik heb hem natuurlijk in het blauw, maar ik heb hem ook in het zwart, in het wit en het roze. Ze kosten €90 en dat is misschien eventjes veel geld, maar omdat ze natuurlijk draadloos zijn, is het zeker waard. Maar omdat ik dus een samenwerking heb, heb ik een leuke kortingscode voor jullie. En die komt hier in beeld. En daarvoor krijg je 15% korting. Dus wil je deze draadloze oortjes op... Ja, kijk, het is niet alleen maar natuurlijk voor proefje oefenen. Wil je graag muziek luisteren tijdens het rijden, dan is het natuurlijk ook super fijn. En daardoor kan ik je 5% korting geven. En is het allemaal een stuk aangenamer. En laat even weten natuurlijk in de reacties wat je ervan vindt. Helemaal, het is vandaag dinsdag. En het is een paar dagen later nadat ik heb, de rest zeg maar hiervoor heb opgenomen. En het is natuurlijk geen echte review als ik niet ook echt nog serieus zelf in mijn eentje. Het is onderhand echt 10 uur of zo en ergens niet meer op stal. Dus hiermee ga oefenen. Ik heb net dus 2 keer mijn proefje geoefend. En het is prima te doen. De rechterkant blijft echt super in mijn oor zitten. De linkerkant wat minder. Maar dat kan misschien zijn omdat ik links echt best wel vaak oorontsteking heb gehad. En misschien iets in mijn oor daardoor misschien nauwer zit of zo, dat daar minder ruimte is. Je krijgt verschillende soorten dopjes erbij, omdat er natuurlijk een dopje op zit. En dan van verschillende soorten grootte. Dus ik ga er even een kleiner dopje op zetten om dan te kijken of het wel past. Ik neem aan van wel. En uiteindelijk blijft hij wel zitten, maar het was wel even in het begin een beetje gedoe. Vond het heel fijn. Met mijn telefoon heb ik hem dus met Bluetooth verbind. Die heb ik in mijn jaszak hier zo zitten, zodat hij er niet uit kan vallen. En het werkt echt super eigenlijk. Ik heb gewoon prima mijn proefje kunnen oefenen. En ja, dat was echt heel erg fijn. Dus dat wilde ik jullie nog even zeggen. Want het is natuurlijk wel echt een review. Ik moet natuurlijk wel echt getest hebben. En ik ben dik tevreden. Dus als je ook graag zo eentje wilt, dan kan je dus via de website in de beschrijving kan je hem bestellen. En met kortingscode natuurlijk 15% korting. En dan heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei doei!